67 beveiligingsambtenaren tweede klasse van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, BBS, zijn afgelopen zaterdag bevorderd tot beveiligingsambtenaren eerste klasse. Dit gebeurde tijdens de jaarafsluiting op het hoofdkwartier van de BBS aan de Van het Sigastraat. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, feliciteerde de beveiligingsambtenaren en is blij dat de gemeenschap altijd op hen kan rekenen. De bewindsman gaf daarbij aan dat er gewerkt wordt aan een ontwerp, curriculum en examenreglement voor alle opleidingen binnen de BBS. De reorganisatiestructuur is ter goedkeuring ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In afwachting daarop en op een nieuwe bezoldigingsreeks is een overbruggingstoelage van 1000 SAD uitgekeerd aan alle BBS'ers. Het waarnemend hoofd van de BBS, Johan Rozenblad, gaf aan dat de uitdaging van BBS in 2020 is om te werken aan de opstart van een elementaire opleiding en de voorbereiding voor een kaderopleiding. De BBS wil in het nieuwe jaar de afdeling Financiële Zaken herstarten om zodoende het ministerie te ondersteunen. BBS-bondsvoorzitter Harold Tukaya haalde verder aan dat de discipline binnen de organisatie zoek is. Hij drukte de BBS'ers daarom op het hart altijd gedisciplineerd te handelen. Volgens Tukaya wil de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname de orde binnen de organisatie hoog in het vaandel houden.